En een hele goede morgen. Aflevering 6, toch? Wow. 6, inderdaad. Ik zie wat branden. Er brandt wat. Er brandt heel veel. Wat brandt er? Ja, een of ander skelet en zombie. Ja, ik sta natuurlijk bovenop die slaapkamer, bovenop. Die uitzicht. Ja, daar kom ik nu naartoe, met je zwaardje. Kijk daar. Oh, we zijn nou weg. Kom, we gaan even loot scrapen. We gaan even lekker scrapen. Wat? God, wat doe je? Ik wil naar beneden. Waar zaten die skeletten? Ja, hier, daar, rechts. Tering. Oh ja, shit, ik ga nu wel naar buiten, maar die creepers die lopen er ook altijd nog, hè? Ergens. Ik zie ze niet. Ik zie ze niet. Ja, ik zie ze ook niet. Maar ze lopen er wel heel vaak. Ja. Oh kijk, ik zie er alleen daar bovenop twee zelfs. Drie, komt er nog in de grot uit. Oh wacht, hier zie je nog schapen en nog een skelet die in de fik staat. Maar waar zag jij skeletten? Nee, ik heb de bot al gepakt. Oh, ik zie hier twee veren liggen. Wow, veren. Oh, drie zelfs. Woe, drie veren. Mooi. Ik zie een schaap. Ik zie een pijl. Wat zie je? Een pijl. Komt wel verpast, denk ik. Altijd, ja. Hey, ik stel voor dat we het huis even wat mooier gaan maken. Alweer? Alweer? Nou, vind je hem nou mooi dan? Hoe lelijk. Volgens mij is het nooit echt gelukt. Nee, maar mijn kamer is op zich wel redelijk. Die is toch verzorgd, dat we daar behouden. Er zitten tenminste nog ramen in. That's what you think. Oh shit, jij zag hier kriek. Oh wacht, ik zag daar. Dat. Ja, in de grot daar. Ik ga van naar binnen, kom eens doen. Kijk aan bij je mobtrap of die toch gewerkt heeft. Nou, die werkt alleen s'avonds, hè? Dus, ja, maar het is net s'avonds geweest, misschien ligt het troep. Waar is de ingang? Is dat de ingang of niet? Nee, niet de ingang. Ja, hieronder. Oeh. Ja, ik hoorde wat. Ik hoorde dat, wat was dat? Ik sprong zo naast een grot en in één keer vliegt er een pijl langs mijn face. Dat vind ik niet zo fijn. Oh kut, komen twee zombies naar me toe. Ik heb een spawner gevonden, hoor je dat? Een mob spawner. Pas, kom maar te snel. Waar loop jij? Waar loop jij? Ja, hier. Ik ga dood, tering. Waar is hier? Ik loop uit. Oh, ik zit naar beneden. Ik heb echt levens nodig. Daar zit een gast. Daar zit een mob spawner. Daarin. Ik loop achter je. Daarin. Ik heb geen voedsel bij me. Nee, we zitten in de kist, toch? Ik ben nog bijna dood. Daarin, zie die god daar al? Ja. Daar zit een mobspanner in. Ga maar heen. Ik kom zo aan. Ik ga eens even wat eten halen. Ik moet zelf even healen. Wauw. Er zat hier dus al de hele tijd gewoon een lekkere mobspanner en wij doen er geen zak aan. En nu wel. Ik zie hem nu pas voor het eerst. Links zit hij. Zie je hem? Ik zie de uitgang. Ik heb in ieder geval gewoon een kork. Oh ja, ik zie hem. Zie je? Maak hem kapot. Nee, niet kapot maken. Wat dan? Zo'n kapot maken, heb je er niks meer aan. En wat heb je er nou überhaupt aan dan? Nou, we kunnen hier een trap van maken. Oeh ja, slim. Of we kunnen... Oeh, sales. Ik neem wel voor alle pork, oké? Ja, of... ik weet niet zeker. Je kan hem, als je hem kapot maakt, dan heb je er niks meer aan. Nee, dat is waar. Ja, maar als je er niks aan doet, dan blijft het komen. Dat is ook kut. Nee, niet. Dan moet je er gewoon licht bij zetten, zoals ik nu heb gedaan. Nu spant er niks meer. Oh, oké. Okay. Het is gewoon een hele dungeon, ouwe. Komen nou varkens uit, of niet? Nee. Nou, trouwens, als je hem volgens mij, als je met een diamond pickaxe kapot maakt, kan je hem volgens mij wel oppakken. En als je hem dan neerzet, kan er wel varkens maar uit. Kijk, maar dat heb ik een keertje gehoord, maar ik weet niet zeker of het echt waar is. Maar kijk, nu zit er zo'n varkensding in. Ja, maar die zit er standaard in. Maar als je het licht nu al die varkens kapot maakt,
dan spannen die zombies en zo weer. Oh ja, ja. Dus als je dan cactussen en zo of een gat maakt waar ze invallen met water. Ja. Ja, alle mobtraps die ik nog heb geprobeerd te maken, die zijn allemaal mislukt. Oh. Dus die zijn een redelijke failure. Maar ik denk dat we even een boerderijtje kunnen gaan maken. Hè? Oh ja. En dat doen we wel bij dit huisje dan. Wat jij gemaakt hebt, dat stenen ding van je. Dan ga ik even verder maken. Kan jij even kijken hoeveel hout heb jij? Niet veel. Nee, ik ook niet. Kan jij hout hakken? Tuurlijk kan ik dat. Geen probleem. Heb jij hout voor nodig dan? Dan kunnen we een fans maken. Een? Fans. Oh, ja, oké. Een fans. Oh ja. Wel. Lopen er nou ook wolven nu of niet? Ja, die zijn nieuw gekomen met die update. Ja, heb je die nu ook al geüpdate nu? In deze server? Deze server is geüpdate, ja. Dus komen ze vast wel een keertje tegen, want als je gaat zoeken dan vind je ze nooit en als je ze niet dan één keer dan lopen ze overal. Dus, ik maak heel even voor de zekerheid dit gat nog eventjes dicht. Oh, ik heb trouwens ook nog fences. Trouwens, hé gast, ik zie nu al een wolf. Echt waar? Ja. Hoe kan je... Oh, ik heb trouwens twee botten. Waar loop jij? Ja, hier. Ik heb hier een wolf. Ja, hier, daar help je niet zoveel mee, hè? Kut. Mijn botten zijn op. Blijf bij die honden en zeg even waar je bent. Bij die mobtrap van jou zeg maar rechtdoor. Oké, ik ga even binnenkijken. Tering veel honden. Schiet even op met je botten. Nee, we hebben... Oh, we hebben zeven... Ik heb zeven botten hier. Ik wil er ook een paar, want ik wil ook een eigen hond. We hebben hondjes gevonden. Ja! Woeie! En nu zet ik die deur wel dicht, want die deur die heb jij gewoon de vorige keer open laten staan. Jongen, daar gaf je mij de schuld van. Ja, maakt niet uit. Schiet op, want die honden zijn... Nou, die doen eigenlijk niks. Nee, die blijven op dezelfde plek. Maar schiet even goed gewoon op. Toevallig ja, die komen. Kan je ze geen pork geven? Zo komen ze dan niet achter je aan. En daar krijg je yield van. Ja, okay, krijg je ook een yield van. Hey, geef mij ook even botten. Ja, nu heb jij een hond, ik wil ook een hond. Geef bot. Eentje maar, wat doe ik daar nou aan? Ik wil meer botten. Nog meer. Waar ben je? Ja, gast. Ik wil nog één, ja. Nog meer. Hij wil niet. Als je deze verpest, hè? Nee. Weer niet. Nou, nu zijn ze op. Nee, je had er net één in je hand. Dat zag ik. Ja, die gebruikte ik nu net op deze. Oh. Tering. Heb ik weer geen hond. Reageert hij op mijn dingen of niet? Nee. Nee, maar ik ga even goed even hout zakken. Hout zakken. Nee, ik ga hout hakken. Hout hakken, ja. We hebben in ieder geval even een hond. Twee. Hé, hij zit hè. Je moet hem wel roepen. Ik heb hem wel geroepen. Ik heb hem al geroepen. Dat zijn... Blijf jij daar zo. Dan ga ik eventjes op skeletten jagen in die dungeon. Kijk, dan heeft het toch nog nut, hè. Oké, dan ga ik deze hond even vastzetten. Dat wordt mijn hond. Hier blijf jij, rare hond. Nou, dat hoeft niet, want ze blijven daar toch, zolang jij daar in de buurt bent. Kut, dan loop weg. Blijf... Godverdering. Je hoeft ze niet in te sluiten. Nee, ze blijven daar in die omgeving. Oké. Goed zo. De vorige keer had ik een keertje die honden ingesloten in een andere server en toen liep ik even de verkeerde kant op. Dan zijn ze uit het zicht en dan zijn ze wel in één keer weg ofzo. Maar ik ga ze niet constant in de gaten. Ja, nee, maar zolang... Het
Trouwens, de zon gaat al bijna onder, zie je. Al heel zo, snel. Dat gaat redelijk snel. Waar is die dan? Ja, onder bijna. Ik maak alleen deze boom nog even af, dan ga ik weg hoor. Ik kom er vast nog wel een keer een andere keer rond even. Inderdaad. Doei hondjes, tot de volgende keer. Ik ben blij mee. Ik heb nou in ieder geval wel wat hout, niet genoeg denk ik, maar ik heb in ieder geval wat hout. Oh, je hebt leather. Nou, ik heb het is een zombie spanner, hè? Dus het is spanner geen spanner alleen zombies. Dat snap ik. Maar zit je nou binnen daar? Ja. Dus we hebben er niet zoveel aan. Nee. We hebben een skeletten spanner nodig. Oh, het wordt donker, ja, inderdaad. Ik peer hem weer. Ik ga weer even terug naar het huisje toe. Oh, ik hoor een zombie. Oh crap, er loopt een zombie vlak voor ons huis. Waar? Heel nodig. Kom erin. Kom met mijn hondje. Oh, kut. Kom. Oh, kut. Dat is inderdaad een zombie. Dood. Dood. Val aan, zombie. Kut, ben gevallen. Kut, ben gevallen. Kom maar, hondje. Kom maar. Kom naar binnen. Kom, domme kut, hond. Kom. Doe die deur maar dicht dan. Doe maar dicht. Oké. Okay. Volgens mij komen ze nu wel deze kant op. Zo. Direct. Want dan zijn ze te ver weg of zo. Hey, ja, ik ga hier gewoon een hondenkennel van maken. Hondenkennel. Kut deur. Ga ik even die kool en zo weghakken hier. Ga jij een beetje het huis inrichten? Is het... het huis heeft niet trouwens nog dirt binnen. Nou, genoeg dirt, ja. Maak die grond anders eventjes van hout of zo. Of van solid stone. Ja, ik maak wel van hout. Ik heb genoeg hout. Lopen mijn hondjes nou steeds buiten? Ja, ik hoor ze. Maar er lopen nog meer honden hoor. Ik zag net een hele roedel lopen weer. Oh, huh? The fuck? Wat? Ik val ineens door de grond hier in jouw kamer. Holy crap. The fuck, wat ben jij, jongen? Is dit mijn hond? Weet ik niet. Waar komt hij vandaan? Ze komen hier gewoon door dat gat naar binnen. Oh. Vet. Ja, ik viel net ook ineens door de gat heen of zo. Heel vaag. Nee, ga nu. Nee, wat doe je? Kom naar binnen. Hey. Zit. Goed zo. Oh, wat gaat ons huis toch mooi worden? Zo ontiegelijk mooi. Maar de tijd gaat snel. En ik denk dat we even moeten slapen. Om, wow. Een bom ontploft of zo. Nee, ik ben hem aan het mooi maken. Dat zei ik. Oké, we gaan even naar boven. Dan is de aflevering voorbij. En dan gaan we morgen weer door met bouwen. Inderdaad. Want we zijn al ruim op 13 minuten nu. Ja, ik zie het, ja. Oké, go. Voordat we de tijd overstrijden van YouTube. En dan heel veel problemen krijgen. En dat we in één keer de aflevering moeten staken. En dat we gewoon echt... Ja, we gaan slapen. En we gaan slapen en wel trusten. En hier krijg je een echt overweldigend leuke deuntje. Fuck, zit je in de chat te praten.